Mensen met zwaarden, pistolen. Ja, dat zie ik. Wat zie jij? Ik zie ook mensen, maar ik vind dat wel een beetje ouderwetse kleding. En ik heb deze schilderij al een keer gezien. De Nachtwacht. Van Rembrandt van Rijn. Ik zal hem boven mijn bed ophangen. Maar hij is wel heel erg groot. Hij is groter dan deze tafel. Ja. Rijksmuseum? Ja, dat denk ik, ja. Vroeger is er een stukje van dit schilderij afgesneden. Ja, want hij was te groot en dan past hij er niet meer. Ja. Het schilderij heb ik in de kleuterklas gemaakt. Het is gewoon net gewoon kras klaar. Het schilderij is volgens mij van Pieter Mondriaan. Ik zal het niet zozeer kopen. Totaal niet. Iemand die het heeft gemaakt, die was wel heel erg beroemd. En meestal beroemde mensen die dingen daarvan, die kosten wel veel geld. Deze, ik heb dezelfde juist ook gemaakt. Maar dan met veel vlakken. Meer, veel meer. Ja, ik vind hem gewoon mooi. Ik zie de Mona Lisa. En ik weet dat hij gemaakt is door Leonardo da Vinci. Ze lacht een beetje zo. Niet zo van, ik ben blij. Ik vind de vrouw heel erg mooi zelf. Maar het lijkt wel echt dat ze naar ons kijkt. Ik zie daar zonnebloemen. En die heeft Vincent van Gogh gemaakt. Sommige bloemen, zeg maar, die vind ik een beetje dood. Deze heb ik dus zelf gemaakt. Ik vind het een beetje te geel. Ik vind het best wel lastig. Ik vind het best wel ingewikkeld. Ja. Ik vind hem er wel vrolijk uitzien met de kleurtjes. Ik vind hem er ook wel vrolijk uitzien. Het lijkt wel als een grappig vogeltje, dat het een hele rare vogeltje is. Ik denk, want daar heb ik het gisteravond nog over gehad, Karel Appel, denk ik. Ik zie meer gewoon een eend met de neus van een hond. Ik denk nu in deze tijd, dat ik denk ik wel dat ze heel veel geld kosten. Nou, ze kijkt zo van... Lijkt net alsof ze naar het Rijksmuseum gaat, hebben ze er zoveel zin in dat ze zegt, ik ben daar. Dit lijkt wel alsof ze verbaasd is. Ik denk ook dat ze verbaasd is. Ik zou wel... Nee, ik zou hem echt niet, ik zou hem weggooien. Ik zou hem in de huiskamer hangen. Ik echt niet. Doei! Het was leuk!